Kom op. Oh my god, wat een kutmuis is dit. Oh. Yo, alle mensen, super dat jullie kijken deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal. James Riel is er vandaag. Jullie hebben het waarschijnlijk al aan de titel gezien. Wij gaan vandaag namelijk spelen met een 20 jaar oude muis. Ik zal wel even dichtbij laten showen. Nou jongens, je ziet hier natuurlijk drie muizen liggen. En dit is mijn muis die ik normaal gebruik. Dat is de Razer Dead Adder natuurlijk. En je ziet ook allemaal mooie lampjes. En die is van een andere PC trouwens. Maar wij gaan vandaag deze oude skere muis gebruiken. Dus ik ben super benieuwd hoe dat gaat aflopen. Het enige echt kutte ding is namelijk dat mijn eigen muis die ik normaal altijd gebruik twee knopjes op de zijkant hebben natuurlijk om te switchen van wapens. En het kut is dus dat deze muis gewoon geen één knopje aan de zijkant heeft. Hij heeft alleen eigenlijk een scrollwiel, twee knopjes om te klikken en that's it. Want het is natuurlijk een hele standaard, ja, bureaublad muis zou ik maar zeggen. Dus niet echt voor gaming sowieso, niet bedoeld. Dus ik ben super benieuwd hoe deze muis het gaat doen natuurlijk in Fortnite. Het ding is dus al dat ik mijn settings heb moeten aanpassen dat ik niet meer kan switchen met die knopjes op de zijkant met mijn muis. Maar dat ik dat op mijn toetsen moet doen. Dus dat is al één ding wat ik heel erg moet wennen. En voor de rest, de muis, het is zo klein in mijn hand. Natuurlijk, voordat we in de game gaan duiken, jongens, wil ik jullie super erg bedanken voor de support de laatste tijd. We gaan echt super snel, jongens. Het is echt niet normaal. En natuurlijk, jullie weten het, de like goal van deze video, jongens, staat op 5000 likes. Het gaat echt super hard omhoog, jongens. Natuurlijk, per video dat we de like goal halen, gaat de like counter weer met 1000 likes omhoog. En de vorige video hadden we de 4000 likes weer easy gehaald. Dus ik hoop dat we nu de 5000 likes kunnen gaan halen. Dat zou super ziek zijn. Het wordt natuurlijk nu steeds moeilijker, want het zijn steeds meer likes natuurlijk. Dus dat zou super dope zijn als je natuurlijk op het blauwe duimpje gewoon. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou super dope zijn, jongens. En laat dan even weten of jij natuurlijk geabonneerd bent. En dan geef ik jouw comment misschien een hartje. Nou jongens, genoeg geluld. Ik denk dat we gewoon maar in de game moeten gaan duiken. Laten we gewoon kijken wat deze muis er vanaf gaat brengen. En ik ben super benieuwd. Let's fucking go. Zo mensen, zijn natuurlijk in het potje aangekomen. En ik ga lekker naar Swedish Sense toe, jongens. En ik hoop dat we hier even een heel chill beginnetje kunnen gaan neerzetten, jongens. Maar deze muis, het voelt echt alsof elke keer als ik hem vastpak, dat ik dat hele ding kapot knijp gewoon. Het is echt een kraak en oude prutmuis, zou ik maar zeggen. En vooral die knopjes aan de zijkant, dat wordt echt lastig, jongens. Want ik ben natuurlijk heel erg gewend om snel te swappen tussen shotguns en SMG's vooral. Of een RPG, maakt het uit allemaal. Alleen dat kan dus nu niet. Omdat ik dat allemaal op een andere keybinding heb moeten zetten. Dus ik moet heel veel meer nadenken om iemand te gaan pushen dan wat ik eerst altijd had. Kut, is geen wapen. Oh shit, landt die kerel bij mij? Oh shit, nee hè? Oh, nee, oh my god, ik weet het niet. Oké, okay, nee, mooi chill. Oké, okay, oh shit, ik schrok even serieus van dat geluid. Ah, we hebben in ieder geval een mini en een shotgun, dus dat is super chill. Maar ik moet dus mijn shotgun op mijn tweede slot, zeg maar, zetten. En dat is zo raar voor mij, dat is echt niet normaal. Oké, loot is echt perfect, man. Holy shit, misschien nog een grote pot en dan ben ik helemaal tevreden. Oké, kom op, grote pot. Ah, oké, ai. Oké, hier kunnen we helemaal wel even iets mee gaan doen. Dus, laten we gewoon gelijk maar gaan pushen. Ik denk dat er heel veel mensen daar zijn geland, natuurlijk. Ik hoor ook schoot. Oh shit, ik zie een guy. Ik zag een guy op het strand. Oh shit, nee, kut, ik val. Oh my god. Oh my god, hij snijpt mij. Waarom gaat niks raak? Wow, die bloem is echt kut, ouwe. Hoppakee. Wow, what the fuck? Niks van mij ging raak. What the heck? Oké, het aim is echt lastig met dit ding. Wat de prutzooi, gast. Oké, we hebben een kill. We hebben een kill, boys. Oké, weet je wat het is? Ik moet gewoon iemand vanaf wat een grotere afstand al een beetje raken. Zodat ik niet zoveel hoef te raken met een shotgun. Want ik kan gewoon niet snel spelen met deze muis. Oh my god, het reageert ook echt heel laat. Holy shit. Oké, is er iemand hier? Ja. Dat is een ja. Dat is 100% een ja. Vangen die ineens, vriend. Gooi het gewoon random. Oh my god. Oh, de kist gaat weg. Hop. Kijk, een blauwe AR, boys. Nice. Hop. Oh, dat ging soepel. Dat was heel soepel. Oké, er zit een guy beneden. En ik wil hem gaan pushen, boys. Maar ik durf het niet. Oké, waar zit deze chap? Ik heb geen idee. Hij kan ergens in dit huis zitten. 100% dat hij me zo laat schrikken, jongen. Hallo, vriend. Hoe jij? Oh my god, hij was daar. Oh, wat een gek. Wat een gek. Hij zit er beneden. Kom er doorheen, kom er doorheen. Zit hij vast? Ja, oké, nice, ik heb hem. Oké, swappen. Kom op. Oh my god, wat een kutmuis is dit. Oh, what the fuck. Holy shit, er zit nog een guy daar. Man. Oh, er zit een kerel onder mij. Holy shit, oké. Niet te geloven, man. Dit is echt tering lastig, ik zeg je eerlijk.
Oké, ik doe echt mijn best, jongens. Ik zit niks te verkloten, hoor. Nou, eigenlijk verkloot ik wel heel veel. Maar ik zweer het je, ik maak geen grap dat het gewoon echt tering lastig is voor mij om dit te spelen. Mijn keybindings zijn zo anders. Maar er is er volgens mij een gast die vol voor mij gelezen, dacht ik. Oh my god, deze guy dacht echt... Oh my god, get nice. Oh, get nice. Lekker, man. Oh, en daar is mijn aim dan wel weer overpowered. What the fuck? Oké, er zit daar nog een grappenmaker. 100%. Oké, we moeten wel ietsjes opschieten zometeen. Waar zit die guy? Lekker bounce hier. Sowieso dat hier iemand rondloopt, boys. Oké, even zien. Waar zit die? Oh, daar. Oh, ik zag hem. Ik geef me match. Oké, nice. Wat is dat voor een ding? Een burst. Oké, die hoef ik niet. Ja, hij zit daar te campen. Daro. Waar ik mijn neus nu naartoe gooi. Gaat hij goed? Oké, ik moet wel een beetje gaan pushen, man. Oh my god, het is echt... Waar ben ik aan begonnen, boys? Waar ben ik aan begonnen, jongen? Zo, die metal klapt ook even in beeld. Dat vind ik zo irritant, hè? Nee, hij zit niet meer. Fuck, waar is deze guy heen gegaan? Oh, dit is heel kut. Oh, hij loopt helemaal daar. Oké, ik heb hem geraakt. Oh shit, ouwe. Het is echt, echt verrekte lastig. Oh my god, ik had me hier veel makkelijker bij voorgesteld dat dit ging gelukken, man. Maar holy crap. Oké, ik heb geen match meer. Het zwemmen hier is ook best wel irritant. Maar laten we gewoon wat meer naar de zee gaan, boys. Holy shit, ouwe. Dit is pas echt een challenge, man. Met deze muis een win halen. Nou, ik ga echt stuk als dat lukt, jongen. Het is gewoon geen muis voor gaming gerelateerd. En wij spelen er gewoon mee. Dat ding is zo houterig als ik weet niet wat. Ik weet niet of je een beetje shaky beeld soms ziet. Maar dat komt door de muis helaas. Want ja, het is gewoon niet echt een steady ding. Ik zie die kerel nergens meer lopen. Schijt. Oké, we moeten gewoon doorrennen, jongens. Righty. Ik hoop niet dat iemand hier maar opwacht. Oké, dit is een fucking fight gaan hier. Oké, weet je wat we doen? We gaan gelijk naar de overkant toe. Please zie mij niet, Oké, ik ging bouwen. Ik weet niet of dat slim is. Oké, ik ga eerst zwemmen. En dan bouw ik hier maar safe. Oh my god, dit is echt een volle fight gaande. Want ik doe dat even omdat ik natuurlijk niet zoveel mats heb. Oké, even zien. Bandage, let's go. Die kerels zitten vol te fighten daar. Vol. Oh my god, oké, dat is best wel een heftige fight. Oké, ik wil misschien iemand daar proberen te killen. Maar ik weet, oh my god. Oh, mijn muis deed het daar niet. Kom op, ik kan misschien één snipen. Ik wil die guy, die betere guy snipen. Oh my god, ik hoop niet dat er nog iemand daar zit. Oké, kan ik hem zien? Die keer, ga pieken ergens. Waar zit hij? Hij zit naar beneden. Oh, hij zit daar. Oh, oké, kom op. Ik wil iemand snipen. Oh shit, ik zit hoog. Ik heb mijn hit. Oh, die één van mij is zo poep met dit ding. Juist, hij heeft geen shield meer. Kut, oké. Fuck man, ik heb geen match. Oh, we moeten pauperver. Oké, geen treuzelen. Ik moet die fight laten, of die kill laten gaan daar, man. Even zien. Oh shit, ik wil bouwen hier. Oh my god, oké, dit is echt een... Echt een... Ha, ik weet niet. Ik erger me gewoon aan dat ik gewoon niet... chill rond kan kijken of zo. Het is zo irritant. Oké, we moeten zo meteen echt dikke loesoe zetten naar de zeezoom, man. We zitten echt heel ver weg. Oké, kom op, kampvuurtje even door. Juist, en gaan. Oké, dat ging wel goed. Er zit nog iemand daar. Fuck it. Shit, mis. Oké, let's go. Gaan met die banaan. Gaan met die banaan, appel en die hele fruit, man. Let's go. Loesoe. Oh my god, waarom ga ik zo sloom weg? Spin eruit, Dylan. Oh my god, er zit letterlijk een guy hier. Waarom? Waarom, bro? Oh, wat doe je jezelf ook aan, trouwens? Want we zitten allebei niet safe. Oh my god, dit wordt echt niks. Ik heb geen match meer, boys. Geen match meer. Een kutmuis. Een kerel die op mij zit te fucking aimen hier. Die gaan snel. Oh my god, dankjewel. Thank god dat hij hier niet zo goed was. Oh, oké, nice. Chill. Oké, nice. Oh, die kerel was heel irritant geweest als hij mij echt had geowned hier. Nice. Neem die benches mee. Nice. We hebben weer genoeg benches, boys. Het kut is dat die boot zo sloom vertrekt. Dat is echt een gevaar hier, man. Boy, yo. Oké, ik moet even kijken, hoor. Ik moet even snel door gaan varen. Want ik wil zoveel mogelijk HP behouden. Gaan we die shortcut nemen? Ja, we gaan het... Eruit! Oh my god. Bro, what the fuck are you doing, bro? Hij zit hier. Hij zit hoog. Oh my god, ik kan niet rondkijken. Oh my god, ik snipe alles. Bandage. What the fuck denkt deze guy? Wat een gek. Oh my god. Oké. Neem een mini in. Wat een bot. Wat een actual bot is deze guy. Oké, banishen. Hij heeft ook een banish gun. Ik drop deze en neem die... Shit, ik moet die banish gun pakken. Kan ik die banish gun? Nice, let's go. Oh my god, wat een grappenmaker is dit, jongen. Oké, weg hier. Let's go. Oh my god, wat een grappenmaker was dit. Dit kan me echt niks interesseren dat hij dood is. Echt lekker puur voor deze guy. Ga met die handel. Ik ben er bijna, boys. Kom op. Let's go. Oké, ik spring er gelijk uit. Hoppakee, weg met dat ding. Oké, snel overdreven bouwen, zodat we natuurlijk safe zitten. Holy shit. Oké, deze game heeft mijn stressniveau echt
tering hoog gezet, man. Holy fuck, mijn kop wordt rood. Ik zweem me kapot natuurlijk. Holy shit. Echt, het is zo raar om met deze zooi allemaal te spelen, man. Holy shit. Oh my god, die muis is echt... Ik ga dit nooit meer doen, jongens. Wiens idee was dit om te doen, man? Even serieus. Oh my god, what the f... Oké, wat de F gebeurt daar? Even serieus. Holy shit, ik ga naar de zee zwemmen. Fuck off. Ik ga me er niet eens mee bemoeien nu. Oh, daar is ook een fight gaande. Oeh, medkit. Oeh, en minis. Oké, die minis kan ik heel goed gebruiken. Oké, die banished gun neem ik gewoon mee, doe. 6, kan ik die intikken? Ja, oké, nice. 3 minis. Even zien, een cone. Ik moet gewoon helemaal met mijn toetsenbord helemaal fucking ver klikken. Oké, let's go. Zwemmen, 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 zwemmen. Let's go. Alright, alright, alrighty. Gaan we dit stukje zwemmen hieronder? Ik denk dat het wel handig is, man. Nee, ik ga via... Ja, ik ga via hier. Ik ga via hier. Oké, ik hoor overal schoten, doe. En het is pauperdruk hier. Er zitten hier chappies te fighten. Hij heeft geen shield meer. Ik hoop dat hij mij met rust gelaat. Alsjeblieft, doe het. Niet kijken, niet kijken. Hij kijkt. What the fuck was dat geluid? Bro, ik laat je met rust. Ik laat je met rust. Ik kan editen. Oh my god. 6 minis. Ik liet jou met... Oh my god. Oh shit, dat was heel hoog. Ik ben gun. Ik rennen, Dylan. Oh, wat zit hierin? Ik ga hem gewoon openmaken. Kom op. Minis. Fuck die grote pot. Oh my god. Doe, wat is dit voor potje, man? Oh my god, jongens. Ik zweer. Ik weet niet of jullie ook een beetje gespannen zijn. Maar man, 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 man. Mijn hart gaat tekeer, vriend. Oh, die banished gun is echt perfect nu. Holy shit. Kijk, kom op. Ik ben er bijna. Ik ben er bijna. Niemand mij schieten. Niemand mij schieten. Is dit bouwen overdreven? Misschien wel. De banished gun. Oh my god, net op. Oh shit. Oh my god, mijn hart gaat echt tekeer. Ik kan gewoon niet normaal spelen. Laten we het daarop houden. Let's go. Ik ga hier naar binnen. Fuck off. Echt, iedereen fuck off. Holy shit. Oh, holy fuck. Ik heb het gewoon gered, hè. Fucking hell. Hoe de fuck komen we hier überhaupt nog? Holy shit. Ik ben echt zo ver in de game al gekomen met al die troep die we hebben... Oké, nice. Heerlijk. Dit mag wel even, hoor. Dit hebben we wel even verdiend, de grote pot. Ik ga iemand zitten pushen. Kom, alsjeblieft, vriend. Kom, alsjeblieft. Kom maar, kom maar. Doe het, alsjeblieft, kom. Shit, die was mis. Oh my god, ik moet even wat HP erbij krijgen, boys. Al die deuren dicht doen. Let's go. Mets hakken. Oké, hij blijft lekker daarboven zitten, hoor. Geen probleem, dan blijf ik lekker hier zitten. Oké, ik moet gewoon allemaal mets vormen van deze mooie, mooi gebouwtje. Pauper hoofd, die guy. Wat een groot. Ik heb een idee, ik heb een idee. Geen idee of dit werkt. Ik ga in ieder geval dood. Loes. Ik ga niet dood. Fuck hell. Hij zit daar boven, man. Oh, nice. Hij valt dems. Nice. Oh, de kerel's knijterloog, gast. Oh shit, die kerel's aan het rennen. Hoe kan hij nog shield hebben? Hij heeft toch geen shield meer? Ik heb weinig mats, jongens. Fuck me, bro. Kom op. Positive vibes. Kom alsjeblieft hier. Ja, what the fuck is deze guy aan het doen? Hier, hier kan ik krijgen. Let's go. Fuck jou, bro. Oh, let's go. Oh. Let's go. Floppers. Zou ik die meenemen? Ik neem er één in. En die banished gun neem ik gewoon weer mee. Haha. Let's go, let's go, let's go. Dat is de laatste guy, man. Oh, shit. Oh my god. Weinig match. Geen match, trouwens. Oh my god, ik zit echt... Hoe de... Hij snijdt. Hij heeft een sniper. Fuck. Waarom moet ik ook naar die guy toe? Oké, dit wordt heel lastig. Oké, hij gaat omhoog. Ik ga naar beneden. Let's go. Niet raken, niet raken, niet raken. Oh shit! Oh my god! Oh my god, bro! Alsjeblieft! Wat de kutsaves dan ook weer! Ik heb geen match. Ik heb geen match genoeg hiervoor. Oh! Laat je kop zien, alsjeblieft. Oh,
die guy heeft fucking veel match, gast. 100%. Ik weet niet waar hij zit als hij daar. Oh my god, hij is fucking low. Hij is fucking low, deze guy. Kom op Dylan, bro. You are games for real, bro. Jongens, let's go! Oh my god, deze guy. Oh my god. Oh, wat lekker, Dylan. Geen match genoeg, jongens. Kut, ik reload. Hij is zo fucking low. Ik ga van de map, Oh! Oh my god, ik zit hier safe. Oh, what the fuck? Wat doe ik? Oh my god, ik ben zo gestoord. Ik ben echt gestoord. Holy shit. Okay, nice, nice, nice. Ik kan niet eens meer omhoog. Als die saves er naar boven is, ben ik dood. 100%. Oh my god, wat is dit voor een potje? Ah, ik kan niet naar boven komen. Ik zit hier gewoon vast. Ik zit hier gewoon let. Ik heb mijn handen gewoon los. Deze muis brengt mij in een game, jongen. Oh my god. Al die schoten. Het is echt niet te geloven waar ik me fucking zelf in heb genesteld hier, jongen. Oké, ik zit bijna safe. Ik kan hem niet krijgen. Ik kan niet verder dan dit. Alsjeblieft, piek me. Kill me gewoon, vriend. Push me of kill me. Eén van die twee. Ik ben nog steeds niet dood. Kill me, vriend. Doe het. Hoe krijg ik dit voor elkaar, gast? Hoe dan? Hij heeft twee... Oké, alright, alright bro. Hoeveel kills had ik nog? Fucking 6 kills met deze prut muis, jongens. Oh my god, jongen. Oh. Nou jongens, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Dit was echt de meest raarste shit ooit. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden, jongens. De like count staat natuurlijk op 5000 likes. Dus hopelijk kunnen we dat halen. Zou je me super erg mee helpen natuurlijk. En laat natuurlijk weten of jij geabonneerd bent. Want hey, dan geef ik jou een comment een hartje. Dus dat is super dope, jongens. Sowieso bedankt voor alle lieve support van jullie. Jullie zijn echt bazen, ouwe. Super bedankt voor de support, jongens. Hey, als we 5000 likes halen, zie ik jullie morgen weer om 7:30 bij een gloednieuwe video. Dus ik zeg, later mensen.